Hallo, ik ben Jos en ik sta hier op het Casinopleintje in het hartje van de Papegaaiwijk in Gent. Voor de Gentse Floraliën is dit hier een belangrijke historische plek. Ooit stond hier het casino. Achter mij, achter het standbeeld van Karel Mieli, de toondichter van de Vlaamse Leeuw, stond een indrukwekkend gebouw dat in 1835 speciaal gebouwd werd voor de Gentse Floraliën. De architect van het gebouw was niet minder dan Louis Roeland, de stadsarchitect, die ook de aula van de universiteit, het justitiepaleis en de opera gebouwd heeft. De eerste floraliën die hier doorgegaan zijn, was in 1839. In totaal 15 keer. De laatste floraliën hadden plaats in 1908. Daarna verhuisden de Gentse floraliën naar het Citadelpark. Het casino werd niet alleen gebruikt voor bloemententoonstellingen, maar ook voor muziekconcerten, tuinconcerten, bals en allerlei culturele activiteiten. Na de Eerste Wereldoorlog raakte het casino in verval en verdween het volledig. Dat was een verhaal dat jullie misschien nog niet kenden, maar misschien hebben jullie ook nog een verhaal te vertellen over de Gentse Floraliën, een of andere herinnering. Ik heb in elk geval nog een herinnering hier aan dit pleintje waar ieder jaar in juni een rommelmarkt georganiseerd wordt. En toen ik enkele jaren geleden aan het snuisteren was in een verzamelbak met allemaal postkaarten, oude postkaarten, vertelde ik over de floraliën. En de mevrouw van het kraampje die zei van, ik heb nog iets heel speciaals. En ze haalde een doekje tevoorschijn van de floraliën van 1955. Mijn geboortejaar. Ik heb dat dan gekocht. Vond ik een plezante herinnering.